Voor de documentaire Amstel, Spiegel van de Stad, werden 15 jaar lang de archeologen gevolgd die rondom de haltes van de Noord-Zuidlijn de diepte ingingen. Bij het Damrak zakten ze af tot 25 meter diepte, bij het Rokin zelfs tot 27 meter. Als je helemaal onderin bent, dan zit je op zo'n 120.000 jaar geleden. In al die jaren werden er maar liefst 700.000 voorwerpen gevonden. Van geld tot sleutels, potjes en pannen, kleding en wapens, van alles kwamen ze tegen. Maar voor Kranendonk stak één object er toch wel bovenuit. Ja, er is één ding wat ik zelf altijd heel erg leuk vind. En dat is zo'n groot stuk van 1,5 meter hoge, kromgebogen stuk ijzer. En dat bleek achteraf een grondboor te zijn. En dat is eigenlijk een Amsterdamse uitvinding van rond 1600. En dat is oorspronkelijk ingezet om te kunnen boren naar schoon grondwater. Dat is een heel mooi apparaat. Een selectie van de gevonden voorwerpen is ook vastgelegd in het boek Spul. Het leuke is van die voorwerpen die erin staat, er is niks mooiers dan een uit elkaar gereten vogelkooi die verroest is. Of een telefoontje die voor eeuwig het zwijgen is opgelegd omdat die uit de jaren 90 komt. Dan blijkt de geschiedenis van de stad via het afval opeens heel erg mooi te zijn. Tot slot is een deel van de verzameling binnenkort ook voor de gewone Amsterdammer te bewonderen. In station Rokin staan twee enorme vitrines met daarin duizenden objecten uit de bodem van de binnenstad. Het is geen normale vitrine waar je af en toe eens een potje en een pannetje ziet. Maar het is gewoon de stad die daar in 9500 objecten totaal aan je voeten ligt. Voor wie toelichting wil bij die stukken, dat kan. Ga dan naar belowtheservice.amsterdam.